moeder, Lianda, aan de tafel gaat zitten. Waar een aantal mensen aan het bingoen zijn en ze maakt dan het een en ander mee. Aan de tafel zit een jonge vrouw, Briljante, die heeft haar kinderen een telefoon gehad. Ze heeft één keer, want de kinderen zijn thuis, dus niks te eten. Ze bellen naar de bingohal. Ze wordt gestoord, want ze zit helemaal in het spel. Drukt het gesprek weg. Die kinderen bellen nog een keer en daar begint dus het stuk wat ik dus nu ga voorlezen. Opnieuw klinkt de ringtoon van het mobieltje van de jonge vrouw boven het rumoerige gekakel uit. Ze zakt onderuit en strekt haar benen. Met haar ogen op het spel gericht tast ze wederom in de zak van haar jeans. Met een verveelde uitdrukking op haar gezicht werpt ze een vluchtige blik op het scherm. Haar welgemeende Tjuri doet Georgette gealarmeerd opkijken. In plaats van het gesprek te beantwoorden, verbreekt ze boos de verbinding. Nummer 32. Vlug ging ze het getal af op een van haar kaarten die inmiddels in een blauwe zee is veranderd. Dan gaat de telefoon opnieuw. Ze klemt het toestel tussen haar schouders en haar oor, gaat er zitten en steekt opnieuw een sigaret aan. Het schijnsel van de vlam uit haar aansteker speelt over de huid van haar gezicht. Ja, dat is er! Ze klinkt ongeduldig. Hoezo kun je het geld niet vinden? Heb je goed gekeken? Ze verzuimt niet haar kaarten in de gaten te houden. Heb je met je neus gekeken? Als ik thuis kom, zal ik je laten zien dat het daar is. Meisje, daar ben je in. Vooral ik ben een bingo app. Ze schuift haar stoel naar achter en slaat haar benen over elkaar. Luister, kijk wat je doet. Ga naar de snackbar op de hoek. Nee, niet die. De Egyptenaar verderop. Ik heb daar rekening lopen. Vraag naar Ahmed en zeg dat Briljant je heeft gestuurd. Dat ik eind van de maand kon betalen. Ze luistert. Haar getuigde lippen trekken krachtig aan de sigaret. Ze zuigt de rook diep naar binnen. Nummer 28. Wat? Je durft niet? Nou, dat eten jullie toch niet? Doei! Abrupt verbreekt ze de verbinding. Met moeite pers het toestel terug in de zak van haar jeans. Mobiele telefoons zijn een lust. Maar die zijn ook een last hoor. Formuleert ze tegen haar medespelers. Je hebt tegenwoordig je rust niet. Tip belly à la PSPD. In haar bemoeizucht is Georgette haar kaarten heel even vergeten. Is 28 al omgeroepen? Vraagt ze aan de vrouw naast haar. Ik let er even niet op. Hijgend verlaten de woorden haar mond. De vrouw knikt ongeïnteresseerd. Dan heb ik bingo. Haar ogen sluiten zich. Ze sluit haar ogen. Een diepe zucht doet haar borstkast zwellen. 47 galmt door de zaal. Georgette leek bevangen door een gevoel van gelukzaligheid. Ze ving de 28 af en maakt zich klaar om haar overwinning luidkeels uit te gillen. Maar Briljante, die op de 47 staat te wachten, is haar voor. Triomfantelijk klinkt ze boven alles uit. Bingo! Godverdomme! Georgette zakt teleurgesteld achterover. Ik heb nog een stukje. Dus natuurlijk liefde, seks, dat hoort natuurlijk ook bij het leven. De dames die naar de bingo gaan, die zitten natuurlijk ook niet altijd in de bingo. Ze hebben wel thuis en er gebeurt ook het een en ander. En op die avond komt Melvin binnen. Melvin is 5 jaar geleden uit het leven van Lianda verdwenen, zo van de een op de andere dag. Gewoon weggegaan. En het is de avond van de jackpot. Dus ook Melvin is op de jackpot afgekomen. En op een gegeven moment komt hij binnen en nou ja, hij maakt Lianda weer het hof. Ze ziet hem en ze denkt terug aan die eerste nacht met hem. Hoe hij haar lichaam liefkozend door de kleine kusjes had bedorven op de zoektocht naar de plekken die haar in vuur en vlam zetten. Jezus, wat ben je mooi, had hij keer op keer bij de onweerstaanbaar gefluisterd. Met haar hoofd achterover gaf ze zich over aan de dwingende kracht van zijn mond. Godzijdank heeft hij geen treef. Jubelde ze inwendig, nadat ze bekomen was van de verrassing, that he went down on her. Met haar nagels klauwde ze in het laken. Diep in haar binnenste voelde ze hoe een kreet zich omhoog vocht. Heel even schoot de gedachte aan de buren door haar hoofd. Daarna raakte ze controle over haarzelf kwijt. Het duurde even voor ze haar omgeving weer gewaar was. Terwijl de lichtflitsen voor haar ogen steeds minder werden, zag ze Melvin door waas naar haar opkijken. Rondom zijn mond speelde een overwinnend glimlach. Ze legde haar hand voor haar mond. Mijn god,
De buren, fluisterde ze. Fuck de buren. Hij kroop dichter tegen haar aan, sloeg een arm om haar heen en viel als een blok in slaap. Niks sigaretje, niks goed gesprek. Ze nam het hem ook niet kwalijk. Hij had zijn slaap verdiend.